Michael Masi die is absoluut niet te spreken over hoe Max Verstappen zijn overwinning in Steiermark vierde. De Nederlander die zette een burn-out namelijk in op de start-finish, maar de FIA heeft Red Bull gewaarschuwd om dit zeker nog niet eens een keer weer te doen. Het was geen ideale situatie, vertelt wedstrijdleider Masi na de race. Daarom heb ik onmiddellijk met het team gesproken en ze vertelt dat dit in de toekomst niet meer getolereerd wordt. Nou, pakken we toch nog even de regels erbij, want volgens het reglement mag je inderdaad de overwinning vieren, mits dit op een veilige manier gebeurt. De handeling die je doet mag er niet voor zorgen dat het andere coureurs of officials in gevaar brengt. Daarnaast mag het de podiumceremonie niet vertragen en geen vragen oproepen over de legaliteit van de auto. Masi die vond dus dat het niet volledig veilig gebeurde. Ja, toen Racing Point na afgelopen seizoen werd omgedoopt tot Aston Martin, werd ook de opvallende roze kleur van de auto vervangen door het Britse Racing Green. Sponsor BWT, dat op dat moment verantwoordelijk was voor de roze kleur op de Racing Points, heeft onthuld dat ze nog steeds proberen om een Lawrence Stroll over te halen om de kleur weer terug te krijgen. De CEO van het Oostenrijkse BWT, Andreas Weissenbacher, heeft tegenover Speedweek laten weten dat hij vanuit een zakelijk oogpunt het niet eens is met de keuze van Stroll om voor donkergroen te gaan. Hij is dan ook van mening dat het knalroze van vorig seizoen terug moet komen. Lawrence begrijpt mijn standpunt. Als de Aston Martins roze waren geweest, zou dat ook veel leuker zijn geweest voor hoofdsponsor Cognizant, want de herkenbaarheid zou veel hoger zijn. Vanuit een historisch perspectief is het Britse groen zeker begrijpelijk voor velen, maar niet voor mij. Vanuit een zakelijk oogpunt is het gewoon fout. Dat BWT het bij andere teams gaat proberen in het geval dat Aston Martin niet overstag gaat en de livery weer roze kleurt, is volgens Weissenbacher niet aan de orde. We hebben een hele professionele samenwerking met hen en ik ben niet aan het onderhandelen met andere teams. Toch noemt Weissenbacher het feit dat de Aston Martin niet meer roze is en hij er niet is in geslaagd om Stroll over te halen wel de grootste teleurstelling sinds BWT met de Formule 1 betrokken is. Het is niet iets wat vanuit egoïsme komt. Het is puur rationeel. Een roze auto trekt simpelweg veel meer aandacht en heeft een veel sterker effect op het gebied van adverteren. Aldus de CEO. Ja, wat vinden jullie? Moet de auto weer roze gaan kleuren of vind je hem mooier in deze groene kleur? Laat het weten in de comments hieronder. Pakken we nog even snel de stand in het wereldkampioenschap erbij. Verstappen staat nog steeds altijd bovenaan het kampioenschap en ziet zijn puntenaantal dit weekend flink oplopen. De Nederlander die nam gisteren 25 punten mee naar huis en heeft in totaal 156 punten achter zijn naam staan. Lewis Hamilton volgt daarna met 138 punten. Sergio Perez op enige afstand op de derde plek met 96 punten. Lando Norris en Valtteri Bottas volgen op P4 en P5 met 86 en 74 punten. Goed, dat was hem dan, het GP Fans nieuws van de maandagochtend. De middag zijn we er gewoon weer. Tot dan. Hoi.